Vandaag de laatste Gelderlander Nieuwscafé van het jaar. Bijzondere dag, 30 december. Nog een dag te gaan en dan zit het erop. Bijzondere gasten, mag ik wel zeggen. Henk Baldersen, collega van mij, ondertussen concurrent, hè, mag ik wel zeggen. Daarna komt Bram Burgers aan tafel. Bram heeft een woning aan de Tuinfluiter. En daar is in begin juni van alles misgegaan. Daar gaan we het over hebben. Na Bram judoka Guusje Steenhuis. We blikken terug op een heel succesvol jaar. En toch ontbreekt er wat in het sportjaar van Guusje. Daar kan ze alles over melden. En we sluiten af met niemand minder dan Emiel Roemer. Ik ben blij dat je er is. De grote leider van de SP, zullen we maar even zeggen. Hoewel er mensen waren afgelopen weken die er anders over dachten. Maar komen we op. Nou, en we sluiten daarna af met een verrassing voor iedereen. Wat het is, zeg je niet, want dan is het geen verrassing meer. Henk, welkom. Ja. Druk jaar achter de rug. Heb ik. Ja. Ja. Want? Ja, zeg het maar. Wat, zeg het maar. Wat wil je horen? Nou, boeken, krant. De broertjes van Katwijk. De Bok. Nou ja, dat zijn twee flinke zaken, toch? Kolenboek. Kolenboek gemaakt. Maart. Ja. Ja. Dus reden genoeg om daar eens even op terug te blikken. Laat me gewoon even beginnen met het belangrijkste in jouw krant. De Boksmeerse krant. Ja. De Bok. Ja. Tot 2015 waren wij collega's, hè, bij de Gelderlander. Nou, daar kwam een einde aan. Jammerlijk. Jammerlijk, ja. Bezuinigingen, zullen we zeggen. Ja. En toen, je had eigenlijk al heel snel het idee om een eigen krant te maken. Ik heb ergens gelezen dat die in november 2015 gelanceerd zou worden. Het is uiteindelijk een jaartje later geworden. Vertel even wat er allemaal tussendoor is gebeurd. Ja, nou, het idee van een eigen krant in Boksmeer, dat heb ik eigenlijk al wel enkele jaren. Zelfs toen ik al bij de Gelderlander werkte. Zo van, want al lang hing het zwaard van Damocles boven ons, of tenminste boven mij, maar ja, eigenlijk boven iedereen. Ja, boven iedereen. Dus ja, dan ja. Heb je ook van, nou, wat stel hè, dat het valt, wat kan ik dan gaan doen? Maar ik had al langer gedacht van, nou ja, dan moet ik dat toch eens gaan proberen. Omdat ik vond en vind van, dat ik er iets aan kan toevoegen in krantenland hier in de gemeente Boksmeer. Nou ja, goed, met die gedachte... ben ik toen ook echt aan de gang gegaan toen ik dus vorig jaar mei bij de Gelderlander wegging. Inderdaad was het de bedoeling om dus voor de feestdagen van vorig jaar om uit te komen. Maar echt op het laatste moment hebben we toch niet gedurfd. Nee. Omdat, want wat voor beren waren er op de weg? Nou ja, goed, dat was gewoon een financiële kwestie. Oké, okay, leg eens uit. Nou ja, goed, kijk, er zijn geen abonnees, het is een huis-en-huisblad. Ja. Dat moest het in ieder geval worden. En, nou ja, goed, dus drukkosten, de opmaakkosten en de verspreidingskosten, die moeten dus komen van de adverteerders. En, ja. Dus daar zijn we dus echt mee aan de slag gegaan vorig jaar. Alleen, we kregen het gewoon niet op tijd en niet goed genoeg rond. Nee. We hadden wel kunnen beginnen, maar dan had ik zelf een investering moeten doen en daar had ik weinig zin in. Ja. Dus toen hebben we het afgeblazen. Nou, dat hadden we ook wereldkundig gemaakt en enkele dagen later belde mij Ron Boomler op van het Grafisch Huis in Boksmeer hier. Die wou toch nog wel eens praten, want hij zag er misschien toch wel brood in om toch die krant te gaan starten. En hij had een zak met geld. En ja, die heeft echt enorm veel geld. Ja, dus wat dat betreft, die advertentie erin staan is gewoon onzin, want ja. Ik kan het gewoon zelf betalen. Maar in ieder geval, nee, dat is nou weer onzin, want goed, wij zijn toen aan de slag gegaan, gewoon om eens, kijk, een eigen krant beginnen, ik heb er misschien toch iets te simpel over gedacht, maar ja. Dat is toch een... Het is toch een heel project. Er komt meer bij kijken. Er komt heel veel bij kijken, ja. En nou ja, daar hebben wij met z'n tweeën hebben uitgevogeld. Wat komt er allemaal? Ja, wat komt er allemaal op ons pad? Wat eigenlijk willen we met de krant? Hoe vaak? Waar moet die komen? Hoe moet die eruit zien? Adverteerders, wie gaat er achteraan? Inhoudelijk, nou ja, hoe gaan we dat aanvliegen? Nou, al die zaken en zo, ja, die kwamen dus afgelopen 11.
november bij elkaar toen de eerste krant in de bus lag in het Bosmeer. Ja. Tenminste, bij de meeste mensen, want hij was niet overal bezorgd. Maar. Want dat is ook nog lastig, hè, de bezorging. Ja, dat is een kritisch, dat is een aandachtspunt, ja. Ja, 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 om het zo maar te zeggen. Want wel de vierde editie ondertussen? Ja, de vijfde is in de maak. De vijfde in de maak. Jij verschijnt één keer per week of één keer per twee Eén weken? Eén keer in de twee weken komt hij voorlopig Eén keer in de twee weken. En waar haal jij je nieuws vandaan? Ja, hier in Boxmeer. Overal kijken, lezen, luisteren en ja, goed, dat eigenlijk komt eigenlijk vanzelf. En ik heb de krant van volgende week, die heb ik al vol zitten eigenlijk. Dus ik ben al bezig met krant nummer 6, zal ik maar zeggen. Okay. Er is echt zoveel dingen waar je aandacht aan kunt besteden. En wat ik dus al vroeger in mijn Gelderlandse tijd niet kon, maar wat ik nu wel kan. En nou ja, goed, dat is gewoon een, dat is gewoon hartstikke leuk is dat om dat zo te doen. Ja. Plus, ik ben ook niet gebonden aan, aan lengtes of zo. Ik kan een hele pagina besteden aan een interview. Ja, ja. Of een halve, dat moet ik aan mezelf weten. Ja, want jij bent hoofdredacteur, verslaggever, medewerker, advertentieverkoper, directeur, alleen nog net geen bezorger. En af en toe verspreider ook. Ja, ook nog wel. Af en toe, ja. Ja, goed, maar zo werkt het gewoon als je iets zelf opzet. Maar ik moet wel zeggen dat het grafisch huis met Ron Balmer, dat hij dus ontzettend veel werk verrichtte met goede acquisitie. Ja. Hun geven de krant vorm, hè? Dus Rosie hebben ze daar zitten die de vormgeving voor haar rekening neemt. Kijk, en toen we eraan begonnen ook, het was voor iedereen splinternieuw. Hè? Ron had nooit een krant uitgegeven, Rosie had nooit een krant vormgegeven. Ja, ik had er wel schrijven, dat kon ik wel. Alleen, ja, ik wist ook echt niet waar ik aan begon met 12 pagina's vullen per keer. Dat is nogal wat. En Zeg maar een pagina per dag. Ja, ja, ongeveer wel. Ja. Mag 2 dagen vrij zitten in de ja, week. Ja, ja, dat is goed. Ja. Nee, maar goed. Je zegt van, je kunt dingen doen die je bij ons bij de Gelderlander niet kon doen. Dat betekent dat je dingen oppakt die wij als krant laten liggen in Boxmeer. Ja, ja. Noem eens wat voorbeelden. Nou, dus echt laagdrempelige onderwerpen of laagdrempelig. Bijvoorbeeld, nou, de eerste had ik een dierenarts in Maasheers bijvoorbeeld, die dus huis aan huis kwam. Ja. Dus een mobiele dierenarts, had ik er nooit van gehoord. Nou ja, in Vilsbeek hebben ze een breiclub. En hun breisels die komen bij de Bijenkorf terecht. Mm-hmm. Wist ik niet, maar goed, kijk, zulke dingen allemaal. En ik wil ook elke keer in de krant wil ik ook nieuws brengen wat niemand anders heeft. Ja. En daar ben ik al 4 keer in geslaagd. En dat vind ik wel. Want dat is natuurlijk een hele opgave, hè? Want jij bent een weekblad, in ieder geval om de andere week. Maar je hebt hier ook al de Boxmeers Weekblad. Ja. En je hebt de Maasdriehoek. De concurrentie is groot, wat dat betreft. Ja. Ja. En zitten jullie niet met z'n drieën in dezelfde vijver te vissen? Is dat niet lastig? Nou, ik denk qua inhoudelijk, ik weet niet of je de krant al hebt bekeken en naast elkaar hebt gelegd, dan zijn ze inhoudelijk toch wel een wereld van verschil. De onderwerpen zijn gewoon heel anders. Kijk, met advertenties, ja, dan zitten we wel redelijk in dezelfde vijvers te vissen. Maar goed, dan is het aan de ondernemers om te bepalen van, goh, die krant die wordt goed gelezen of die wordt niet goed gelezen. Ik ga daar adverteren of daar niet adverteren. Nou ja, dat is aan de ondernemers. En aan ons is het zaak om te bewijzen van, hey, de Bok die past hier wel thuis hier in de gemeente Boxmeer. En wij voegen wat toe in het krantenland hier. Nou, dat is onze taak nu en daar zijn wij nou druk mee bezig. Heb jij als voordeel dat jij je wortels natuurlijk enorm hier in de gemeenschap hebt zitten? Dat is zeker een voordeel, ja. Ja. Ja, anders, ik zou ook nooit een krant beginnen bijvoorbeeld in de gemeente Kuik of zo. Nee. Dus dat zou ik niet doen. Nee. Hier woon ik weet hier heel veel. Nou ja, goed, ook, ik volg de gemeenteraad ook. Dat ga ik ook echt op de voet volgen. Ik zat de laatste, trouwens, 15 december was ik ook de laatste van het jaar, waar mij dan opviel. Ik zat aan de perstafel. Je zat alleen, hè? En ik keek links en rechts, ik zat gewoon helemaal alleen. Ik dacht, dat is een nieuwe tijd, denk ik. Nou, dus ik kon zo zitten. Je kunt thuis op de computer, kun je alles volgen, hè? Ja, goed, maar... Zo ook de mensen die niet hier zijn vandaag. Ja, maar dan ben ik toch een beetje ouderwets aangelegd, denk ik. Ja. Kijk, en dan kun je ook na een raadsvergadering kun je nog even iemand aanschieten, bijvoorbeeld, hè? Ja. Of hun schieten mij aan. Hè? Dat kan natuurlijk. Beetje netwerken, biertje drinken. Nou ja, goed, zo werkt het denk ik. Ja. Beetje het ouderwetse. Ja. Wanneer kan jij voor jezelf zeggen van,
Het is geslaagd, het project. Ik bedoel, je hebt jouw vierde editie, de vijfde ligt klaar, de zesde is in de maak. Nou kijk, het is zo, we hebben dus afgesproken met de grafisch huis Ron en ik dus, om dus 10 keer uit te komen. Ja. Dus dat is half maart komt nummer 10 in de bus. En dan gaan we dus bekijken wat we dus gaan doen. Of het wekelijks wordt, of dat zo blijft, of dat we misschien wel moeten stoppen als het echt helemaal, als de ondernemers zeggen van ja, dat voegt toch niks toe en wij adverteren gewoon ergens anders of zo. Want dat is natuurlijk wel een dingetje voor ons. Maar dan zal het financieel een succes moeten zijn, Kijk, wij spelen nou kiet met de krant. Ja. Alleen er moet nog een klein beetje bij om mij ook nog te kunnen betalen. Nou ja, ik wou het zeggen, dat ga ik niet doen. Dus na 10 afleveringen, dus ja, kijken van gaan we verder of gaan we niet verder. Nou ja, goed, en we krijgen wel langzamerhand een beeld, want de reacties die zijn hartstikke goed. Nou ja, goed, de vervelende reacties die hoor je dan uiteraard toch niet, maar in ieder geval wat ik hoor, vind ik wel dat mensen toch een verademing is overdreven, maar dat iets toevoegt. Ja. Dat ze verhalen en lezen wat ze, ja, wat iets, wat hun, wat voor hun leuk is en wat ook, wat gewoon andere verhalen zijn het. Ja. Dus, Nou zie ik heel veel weekbladen, dat is vooral knip- en plakwerk, hè? Die krijgen een persbericht en die gaan dat kritiekloos plaatsen, inclusief tikfout als het even kan. Ja, klopt, ja. Dat jij gaat wel meer op een journalistieke manier met de spullen om? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik bel zaken na ook. Ik ga niet klakloze persberichten overschrijven. Dat heb ik dat nooit gedaan. Hè? Nee, gelukkig niet. Dat heb ik nooit gedaan. Maar in ieder geval... Vinden sommigen heel vervelend. Ja, dat klopt. Weet ik. Maar dat hoort ook zo. Maar als ik dat zou moeten gaan doen, dan zou ik er ook acuut mee stoppen. Want daar hebben we bladen genoeg voor die het al doen. Dat ga ik dus niet doen. Nee, daar ga je niet. Ik wil er een eigen draai aan geven. En ik wil ook, analyses en opinies erin zetten. Zo, van wat ik vind van bijvoorbeeld een gemeenteraadsvergadering. Als er weer een onderwerp is waar ik van denk van nou. Ja. Nou ja, dan wil ik dat ook kunnen melden. Nou ja, dat meld ik ook. En is krantenland. Weten wij allemaal, is geen makkelijke wereld. Ik bedoel, het aantal abonnees hobbelt overal achteruit. Het is een hele vreemde wereld, is het? Ja. Het is geen touw om vast te knopen, namelijk. Nee, maar dat heb ik het idee van. Ja. Maar er zijn heel veel, net als bij ons ook, hè. Het moet allemaal sneller, het moet digitaal, het moet op internet, het moet op Facebook en noem maar op. Ja. Gaat dat er ook nog bij komen? Ja, goed, op internet staat hij al, hè. Al op internet te lezen. Maar goed, dan is het gewoon zeg de krant. Ja, precies. Maar kijk, om het wat je net zegt, om berichten direct op internet te gaan zetten en zo, dat is wel de bedoeling. Alleen dat vergt wel een aanloopperiode en daar is extra energie voor nodig. En mensen. En mankracht. En geld. Ik kan wel veel, maar niet alles. Nee. Dus daar moeten we nog eventjes voorzichtig mee zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de krant op papier... Als die, ik lig al langer onder zoden als dit verdwijnt. Echt waar. Oké, dan ken ik jouw medisch dossier niet, maar... Ja. Ik wel. Ja. Jij gaat nog wel even mee, Henk, of niet? Ik ga even mee, ja. Gelukkig maar. Dat, Behalve mijn rug misschien, want ik heb verrekkers in de rug, maar goed, dat is anders. Ja, dat komt van het harde werk, hè? Ja. Dus, daar heb ik gelukkig nooit last van. Project Krant, ander project, de broertjes van Katwijk, te uploaden. Daar ben je ook zo'n beetje het hele jaar druk mee geweest. Ja, daar ben ik echt, ik heb het echt helemaal gehad met die jongens. Heb ik ook toen met ik ben helemaal klaar met jullie. Ja. Maar dat is, dat was natuurlijk een beetje cynisch, maar eigenlijk is het wel zo. Want ik heb ruim een jaar ben ik helemaal in die jongens gedoken. Tenminste, in hun historie en in hun sportleven. En goed, dat heb ik aan het papier toevertrouwd. En het was op zich wel een opluchting dat het klaar was. Ja. Het was af. Het heeft een beeld opgeleverd, het heeft een boek opgeleverd. Ja. Heeft het jou ook nog wat opgeleverd? Financieel bedoel je? Nee. Tenminste, tot op heden niet volgens mij. Maar ik zit niet bij de distributie. Ik weet niet precies hoe ik die verkoop loop. Maar ik weet wel dat er een tweede druk aankomt. Oké, dat is in ieder geval positief. Maar
Waar komt jouw belangstelling voor de broertjes van Katwijk vandaan? Nou ja, ze zijn geboren en getogen in Oplo, daar ben ik ook. En ik heb hun hele wielercarrière van begin tot eind heb ik die gevolgd. Ja. En met eentje ben ik heel vaak op stap geweest naar België en weet ik allemaal wat, om daar de koers te volgen. En dat heeft me altijd gefascineerd en ik ben ook, wielersport, dat zit overal in. Maar ik heb zelf nooit gefietst, maar wel altijd willen doen. Ja. Huh? Maar ja. Ja. Er waren ook wel andere leuke dingen. Dus, ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ja. En ik heb altijd, ik heb al jaren heb ik daar een boek over willen maken. Of ik heb al jaren gezegd van daar moet een boek van komen van de jongens. Want het is gewoon uniek wat die drie broers die dus profielrennen worden, dat is gewoon uniek. Ja. Dat moet beschreven worden. Heb ik beschreven en. Ik heb het boek niet gelezen, moet ik bekennen. Nee. Gaan zij nog in op de hele dopingaffaires in het wielrennen? Ik bedoel, ze zijn ongetwijfeld net zo fout als de rest. Ze hebben elk een deel erin, een aandeel in gehad, ja. Ja, ja. Ja. Maar ze zijn openhartig geweest en niet in die mate zoals, wie kunnen we maar noemen, Armstrong of weet ik allemaal. Ja. Maar goed, in die tijd, ja, het was gewoon niet anders. Het was gewoon niet anders, nee. Ja. Ja. Volgend jaar nog plannen? Boeken? De krant moet vast de vaste voet aan de grond krijgen hier in Boksmeer. Dat is mijn grootste doel eigenlijk. En als ik volgend jaar weer hier zit bij jou, want ik ben al uitgenodigd, begrijp je? Ja. Dan hoop ik die stapel zo hoog te hebben hier en dan is het jaar voor mij geslaagd. Ja. Ja. Misschien bel ik halverwege het jaar wel op. De vraag of je een baan voor mij hebt, dat weet ik niet. Maar. Oh, is goed, hè, wel. Ik bedoel, als je het over onzekere tijden hebt, denk ik. Je weet maar het niet, ik heb alleen goede schrijvers nodig. Dus. Oké, dan houd het op, hè? Ja, dan houd het op, ja. Nou, misschien al wel we kunnen de koeksen kunnen beginnen. Ja, of zo, bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja, nou, dat kan. Nou ja, wie weet. Ja. Henk, dankjewel dat je er was. Fijne jaarwisseling. Ja, hetzelfde. En we zien elkaar volgend jaar in ieder geval. Oké. Okay. Joep. Ja. Bram. Welkom. We hebben het over vrijdag 3 juni 2016. Toen was de day after de regenbuien, zal ik maar zeggen. Dat klopt. Ik was hier voor de krant voor een reportage en ik begon bij de parkeergarage onder de Jan Linders om naar wat drijvende auto's te kijken. Daarna doorgereden kwam ik in de tuinfluiter terecht. Nou, wat je daar zag, dat was een bende. En de grootste bende was bij jou. Ja, helaas wel. Helaas wel. Ja. Wat gebeurde er bij jou die donderdagavond toen het misging? Ja, eigenlijk in no time de straat vol water. Ja. En daar hebben we al meerdere keren meegemaakt. Ja. En dan, ik denk in 10 minuten kwartier, dan staat water 30 centimeter tegen de woning. 30 centimeter tegen de woning? Ja. En dat was niet de eerste keer dat gebeurde? Nee, in 2009 hebben wij ook het water binnen gehad. Ja. En 2013. En maandags in dezelfde week dat het nu gebeurd is, heeft ook het water al halverwege de oprit gestaan. Ja, oké. Okay. En ja, nu was het dusdanig grote hoeveelheid dat het water moest ergens naartoe. En het heeft eigenlijk de fundering onder het huis uitgeslagen. Ja, want de fundering onder het huis uit, eigenlijk het zand, als ik goed heb begrepen, dat onder de fundering lag? Ja, we hebben een dragende fundering, ja. Een blokken dragende fundering en daar is het eigenlijk onder doorgespoeld. Kruipruimte loopt vol. Ja. En ja, we vermoeden bij de buurman. En die heeft de tussenfundering onder de twee huizen heeft hij eronder uitgedrukt. Het water? Ja, het water heeft gewoon de hele funderingsmuur onder het huis uitgedrukt. Wanneer merkte jij dat het mis was? Ja, ik stond eigenlijk in de garage. Want daar kwam door de garage door heel langzaam water naar binnen. En dat was gewoon acceptabel. Ja. Alleen toen riep mijn vrouw Bianca, die riep het gaat mis hier. Ja, en voordat ik binnen ben, sta je in de bruine massa. Binnen in de huiskamer? In de huiskamer, alles vol water meteen. Dus een fractie van de seconde, dat loopt vol. En... Maar waar kwam het water vandaan? Komt het dan van onderaf? Of door de dan komt het van buiten, onder het huis door. Ja. De kruipruimte vol. Loopt en vol. Dan bij de voordeur de ruimte gehad, komt alles naar binnen. En wanneer kreeg je in de gaten dat ook echt het zand onder de fundering weg was?
Dat is op het moment dat wij de kruipruimte het leegpompen waren. Want eigenlijk op het moment dat het water dusdanig gezakt was, dat er weer gereden kon worden in de straat, was de brandweer er ook. En die ging over zoveel mogelijk pompen. En ja, de hele buurt, iedereen leent de pompen bij elkaar. Ik heb nog snel bij de Gamma-pomp gehaald, de laatste gelukkig. En ja, we hebben nog van een buurman een pomp gekregen en we hadden twee pompen inhangen. En ik denk na 10 minuten, kwartier, ja, dan is het water misschien zo gezakt. Toen, ja, ik was buiten bezig, riep Bianca van, we krijgen scheuren in de muren. Oké, okay, ja. Toen was de paniek compleet. Ja, toen dan weet je dat het nou echt mis is. Ja, want wat doe je op zo'n moment als je dat merkt? Ja, pomp uit en toen was eigenlijk vrij snel de bevelvoerder van de brandweer was er ook. En die keek binnen en die zei stoppen, niks meer doen, water erin laten. Ja. Nee, tegendruk. Ja. En de gemeente was heel snel, overal, burgemeester, wethouders, iedereen was ook snel ter plekke. Ja. En de constructeur van de gemeente. Oké, okay. En die zei tegen jou van Bram, alles leuk en aardig, maar je moet eruit. Ja, die hebben de hele straat eigenlijk bij iedereen alles opgenomen. Plus van Salvage, de overkoepelende schade-expert. Of in ieder geval de schademan, die was er ook snel. En dan op een gegeven moment dan, wordt ook overleg met de brandweercommandant gepleegd en alles. En toen is, doordat wij dus verzakking hadden van de fundering, dat hoef ik zelf niet te controleren, dat doen hun allemaal. Mm-hmm. Maar in ieder geval toen hebben we besloten dat wij in ieder geval niet meer in huis mochten. Nee. En dat hun het hele verhaal overnemen. Ja. Ik heb jou die dag nog aan de telefoon gehad, eind van de dag nog kunnen vinden. Jij was toen eigenlijk redelijk nuchter toen ik jou sprak. Ja. Ik zou gillen door het dorp rennen, denk ik, of zo, als er zoiets zou gebeuren. Ja, eigenlijk is het, misschien klinkt het makkelijk, maar onze jongens die waren bij mijn ouders donderdagsmiddags, want we hadden een andere gebeurtenis 's middags, dus we waren eigenlijk wel op tijd thuis, maar onze jongens waren er niet, dus die hebben het niet meegemaakt. Ja, wij hebben persoonlijk niks geleden. Nee. En het klinkt heel makkelijk, maar 's morgens vroeg is eigenlijk al door de constructeur van de gemeente ook gezegd, dit is te herstellen. Ja. Die hebben vanuit de gemeente hebben ze ook een externe constructeur ingeschakeld, helemaal onpartijdig, en die heeft ook alles bekeken. En die wisten vrijdagmorgen al snel te vertellen dat het herstelbaar was. Ja, dat was al een. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je wil horen. Wat je wilde, ja, precies. Maar goed. Ja, want iedereen roept, het huis moet gesloopt worden. Het had hier niet gebouwd mogen worden. De ene paniekverhaal naar het andere. Maar hun hebben eigenlijk 's morgens al gezegd van, dit kan opgelost worden. En ja, als je dan zelf eigenlijk niks geleden hebt, lichamelijk, dan. Goed, je vertelt dan ook van, het werd duidelijk hoe de situatie was. Ja. Daarna ging er van alles gebeuren. Ja. Ja, je werd aan alle kanten geholpen. Vertel eens hoe dat ging. Ja, dat gaat de social media, gaat snel. Nieuws, ook de op tv, de blogs en zo. En de vrienden zitten ook in de nieuws te volgen, dus die zien mij voorbij komen op tv. Ja. En je zit even te appen met de vrienden die ook meteen, die eigenlijk weten op wat voor plaats je woont. En dan krijg je toch appverkeer en dan aan het eind van de middag weet eigenlijk hier, of ja, op de dag eigenlijk al weet iedereen heel snel wat er aan de hand is. En iedereen die tijd heeft, die komt helpen. Ja, en wat voor hulp heb je gehad? De ouders, vrienden, die komen mee schoonmaken. Ja. Of komen schoonmaken, nu niet, want je mag het huis niet in, maar je in ieder geval. Niet, nee. Dat is makkelijk gezegd, komen schoonmaken, maar we mochten al niet met huis in, maar in ieder geval komt helpen. Met vrijdag het eind van de middag, toen de verzekering het huis leeghaalde. Toch, dan mag je al je spullen eruit pakken, kleding, alles wat je nodig hebt. Dus de familie komt toch even helpen, dat je zoveel mogelijk mee kunt nemen. Ja, en waar kon jij slapen dan die nacht? Wij hebben 3 nachten hebben wij hier in het centrum bij Hotel Ries hebben wij doorgebracht. Ja. Dus wordt sowieso de eerste nacht door de verzekering geregeld. En daarna hebben we nog zelf 2 nachten daar doorgebracht. Mm-hmm. En onze jongens bij mijn ouders. Ja. Maar goed, dan, dat zijn de eerste dagen en dan daarna begint pas denk ik goed de dagen wat er moet gebeuren. Want je kon je huis niet in, om wat spullen weg te halen. Tot wanneer heeft dat geduurd? Alles bij elkaar, met de verbouwing, veranderingen. Want er moest toch alles hersteld worden. Hebben we eigenlijk meteen een verbouwing die we over een paar jaar van plan waren, hebben we er meteen bij ingestopt. Ja. Dus we hebben meteen de hele benedenverdieping alles opgeknapt. Elk nadeel heeft zijn voordelen, zeggen ze dan. Ja, in dit geval wel. Ja. En dat heeft toch wel een aanzienlijk
bedrag gekost, maar dat was te realiseren. Dus ja, we zijn nu eigenlijk met iets wat we 4, 5 jaar wilden doen, hebben we nu in één keer kunnen realiseren. Ja. Alleen ja, het hele verhaal heeft 5 maanden geduurd. 5 maanden geduurd? Je bent eigenlijk nog maar een aantal weken dat je weer terug in je huis bent. Ja, sinds de eerste week november. Ja. En nou, bij de volgende regenbui, zit je dan bibberend naar buiten te kijken? Het ligt eraan wanneer die gaat vallen. Ja, dat weet niemand, hè? En hoe ver de gemeente dan is met de plannen die ze van plan zijn ten uitvoer te brengen. Ja, want het gaat om de tuinfluiter, hè, hier in Boksmeer. Daar werd al van gezegd, ja, dat is het laagste punt, zo'n beetje. Daar komt al het water van Boksmeer bij elkaar. Nou, van heel Boksmeer niet. In ieder geval van de wijk. Er zijn meer straten die hetzelfde probleem hebben. Je zei ook de parkeergarage bij die Jan Linders. Ja. Maar ja, wij krijgen al het water van de wijk, komt er onze kant op, gaat richting het park. En wij zitten net een halve meter lager dan de rest van de wijk. Ja, maar je zegt net van, het is in 2009 gebeurd, 2013, nu weer. Heb je niet zoiets van, ja, jongens, we wisten dat het gebeurde. Waarom is er niks aan gedaan? 2009 was de gedachte bij de gemeente, want dan hebben we ook al contact gehad. En 2013 hebben we ook contact gehad, alleen dan is de gedachte ook volgens de statistieken, bla bla bla, van dat gebeurt 1 keer in 100 jaar. Ja. Alleen kijken over de wereld, het gebeurt overal. Ja. Plus, ja, ze noemen het klimaatverandering, maar in ieder geval, het gebeurt nu dus 7 jaar 5 keer. Ja, maar ik mag hopen dat ze nu niet gaan zitten wachten tot het weer gebeurt. We hebben al gesprekken gehad bij de gemeente ook. We hebben al de straten waar de meeste problemen zijn, die hebben al verschillende, of die zijn nog, hebben gespreksavonden, meeting bij de gemeente. Ja. En dan kun je ook van gedachten wisselen met de ideeën die wij eventueel hebben en de ideeën die de gemeente heeft. En daar gaan ze mee proberen, willen ze maart, april, willen ze daar, als dat lukt, mee starten. Ja. Met, dus vooral met veranderingen, dat het voorkomen van de hoeveelheid water kunnen ze niet, maar ze willen wel proberen dat het sneller weg is. Ja. Ja. Aantal opvangplekken misschien reguleren. Ja, meer bassins maken, meer opvangbekkens. Ja, en dan is het hopen dat het voor april niet nog een keer zo tekeer gaat. Dat hoop ik. Ja. In 2016, kijk even naar jouw hand. Ook helemaal ingepakt. Ja. Het heeft niet allemaal meegezeten. Nee, het is niet ons beste jaar. Nee, precies. je hebt net ongeveer al tegen mij verteld wat er aan de hand is. We zullen het niet helemaal. Ik zal het proberen heel kort te vertellen. Ja. 2015 ben ik geopereerd aan mijn pols. Dat is een botje wat kapot aan het gaan was. Daar heb ik een goede operatie ondergaan. Is eigenlijk goed gegaan. Alleen ergens dit jaar is het misgegaan. En ik net na de grote vakantie, toen we vol in de verbouwing zaten, toen had ik het. Ik had er eigenlijk al heel lang last van, maar bij de specialist geweest. En die aan de hand van een foto wist je mij te vertellen dat ik weer geopereerd moest worden. Ja. En dat is gebeurd? Want dat moest dit jaar nog gebeuren om verder gevolgschade te voorkomen. Ja, dus om het pechjaar af te maken, je kunt niet werken op dit moment? Nee, ik zal dadelijk als ik meer kan wel weer op therapeutische basis bij de firma wat kunnen gaan doen, maar dat is niet mijn eigen werk. Nee. Dat is kantoorwerk om het zo te zeggen. Maar het komt helemaal goed? Als het goed is wel. Ik heb in ieder geval geen pijn meer. Nee, dus 2017 gaat het met de straat goed komen? Gaat het met je hand goed komen? Ja. Dus beter dan 2016 in ieder geval. Daar gaan we wel vanuit. Ja, goed zo. Hey, leuk dat je er was. Okay. Bedankt voor het vertellen en jou ook een fijne jaarwisseling. Oké, dankjewel. Als ik hier zo wel eens in de zaal kijk, dan zie ik altijd wel een gemiddelde leeftijd. En dan denk ik dat er een hoop mensen niet echt de sport volgen. Dus ik ga heel even vertellen wie jij bent. Mm-hmm. Guus Steenhuis uit Graven, 24 jaar oud. Jij doet aan judo. Ja. In de gewichtsklasse tot 78 kilo, als ik goed zeg. Oké, ik heb even jouw afgelopen jaar gecheckt bij judoinsight.com. Dat is een internetsite die alle resultaten bijhoudt. En ik heb er een paar uitgehaald. Zilver op de Europese kampioenschap in Kazan. Ja. Ja? Goud op de Grand Slam in Baku en Abu Dhabi. Ja? Ja. Zilver op de Grand Prix van Zagreb in Tbilisi. Mm-hmm. Brons op de Grand Prix van Düsseldorf. En brons op de World Masters in Guadalajara, als ik het goed zeg. In Mexico. Ja. In Mexico, ja. Nou, dat is een indrukwekkend lijstje. Ja, terecht, applaus. Een indrukwekkend lijstje, maar er zit een hele grote maar aan. Ja, het was niet genoeg om naar Rio te gaan. Nou, of het genoeg was, ja, er zijn mensen die vonden van niet. Laten de mensen die besloten, die waren van mening dat het niet genoeg was. Ja, jij, even voor de goede orde.
Jij bent in Nederland concurrent met Marinde Verkerk. Ja. Ja, die komt in dezelfde gewichtklasse uit. Er mag per gewichtklasse eentje naar de Olympische Spelen. Ja. Jij stond hoger op de wereldranglijst dan Marinde. En toch werd in alle wijsheid besloten om niet jou, maar Marinde naar Rio te sturen. Ja. Ja, en toen je dat hoorde? Ja, heel vervelend. Dat is best wel een understatement natuurlijk. Ja, wat zeg je? Nou ja, ik ben natuurlijk vanaf je vijfde, of mijn vijfde ben ik begonnen met judo. Ja. En dan is het natuurlijk je grote droom om naar Rio te gaan. Of ja. Om naar de Olympische Spelen te gaan, überhaupt. Ja. En anderhalf jaar geleden begon mijn carrière zo'n sprong te nemen dat het gewoon echt een werkelijk doel werd. En echt grijpbaar ook, zeg maar. Ook met die, ik werd in 2015 werd ik al derde op het EK en dit jaar dan tweede. Ja, ja, volgend jaar eerst. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar het wordt steeds grijpbaarder. En dan op sommige dingen lag ik zeker voor. Bijvoorbeeld de wereldranking had ik meer gepresteerd. Ik had dit jaar heb ik gewoon meer gepresteerd. Alleen kijk, Marinde Verkerk is veel ouder, is 30 jaar. Ik ben 24. Dus ze hebben echt gekozen voor de ervaring. En de mensen die beslissen, die beslissen gewoon. En die hebben het recht om dat te doen. En ze hoeven daar verder geen weerlegging of zo achter te doen. Dus dat, ja. Nee, dat is een beetje inherent aan de judo-wereld, dat er nog wel eens rare beslissingen worden genomen. Het is natuurlijk ook een jury-sport en het is natuurlijk individueel. Kijk, tegen de ene tegenstander win ik en verlies Marinde misschien meer tegen, maar andersom is dat dan weer met andere tegenstanders. Dus het is heel subjectief om te bepalen wie er uiteindelijk de beste is, zeg maar. In zoverre, jij hebt gewoon van Marinde gewonnen een keer. Bij ons is het altijd een beetje stuivertje wisselen, zeg maar. Ja. De ene keer win zij, de andere keer win ik. Maar hoeveel servies heb je kapot gegooid thuis toen ze vertelden dat je niet mocht gaan? Ja, ik was heel erg boos. Ja. 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 Ja, vooral omdat het is best wel op meningen gebaseerd. Ja. En daar kun je natuurlijk heel moeilijk bij neerleggen. En ze hebben ook nog, eigenlijk was het Olympische kwalificatietraject tot eind mei, dus tot met de Masters. Alleen die hebben ze ingekort tot februari. En dan daarmee sloten zeg maar het EK van dit jaar ook uit in het beslismoment. Waar jij tweede werd. Waar ik dus het heel goed gedaan heb aan het einde van het Olympische kwalificatietraject. Dus dat is gewoon heel zuur. Ik kon me daar ook niet bij neerleggen. En eigenlijk op dat moment, in februari, wist ik eigenlijk al dat ze voor Marinde gekozen hadden. Want ieder resultaat wat ik daarna nog haalde, werd de keuze moeilijker. En voor hun. En om dan te zeggen van, oké, Guusje heeft veel beter gepresteerd de laatste maanden. Ja, we willen toch dat Marinde gaat. Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen. Ja. Dus dan noemen ze ook nog een reden dat ze degene die gaat in bescherming willen nemen en dat die concurrentiestrijd tot het einde, dat het dan te heftig zou zijn of wat dan ook. Maar ja, ik zeg ook van die concurrentiestrijd heeft mij juist tot deze prestaties gebracht. Ja. En ze willen altijd dat de Olympiagangers, zoals ze het noemen, zich in alle rust kunnen voorbereiden zonder druk van concurrentie. Zo, hè? Dat is een beetje het verhaal. Ja. Maar stel je had het tot mei laten lopen, dan had je alsnog 2-3 maanden. Dus ik zou zeggen, is dat dan niet genoeg? Maar ja. Hey, en dan begint Rio en dan had ik eigenlijk gedacht van die zit vloekend en tierend thuis achter de televisie of helemaal niet. Jij gaat gewoon naar Rio. Ja, achteraf had ik misschien liever thuis gezeten. Ja. Maar ze hebben me gevraagd om als trainingspartner mee te gaan naar Rio. Omdat je kan natuurlijk niet oefenen, zeg maar, zonder trainingspartners in judo. Dus ik moest daar gewoon alles doen wat ze vroegen. En dat was wel lastig. En ik heb natuurlijk ook de wedstrijddag gewoon gekeken. Ook naar de prestaties van Marinde natuurlijk. Ja. En het was natuurlijk heel zuur om te zien dat ze de eerste eruit lag. Ja, want er kwam een Cubaanse. Ja. Ik moet het opzoeken hoor. Jalenis Castillo. Ja, ik heb de partij gezien. Ze was een draak van de partij. Ja. Het zag er niet uit. Ja. En dan verliest ze uiteindelijk. Ja. En heb jij dat zoiets van, ik had het beter gedaan? Tuurlijk flitst dat door je hoofd. Ja, dat is heel logisch. Ja, maar die Cubaanse met alles, maar die kon echt niet judoën. Nou ja, het was nummer 22 van de wereld. En ze, kijk,
in haar hoofd had ze er al voorbij geweest. En papier was ook een hele makkelijke loting. Op papier, ja, zeg ja. maar. Theoretisch. Maar ja, in judo is dat nooit een garantie. Het is altijd anders. En bij de spelen ja, gebeuren er ook altijd rare dingen, zeg maar, gewoon. Ja. En ja, maar ze... Ja, ja dat is gewoon... Dat is judo. Ja, dat weet ik. Maar ik heb heel lang judo gevolgd. En wij noemden dat soort partijen altijd pyjama-sjorren. Want meer was het niet, hè. Je pakt vast en dan... Ja, gebeurt er vervolgens niks. Ja. Tot er iemand een strafje krijgt en dan kan het daarmee afgelopen zijn, maar het gebeurde eigenlijk ook niet. Nee. Maar ja, goed, jij gaat dan, ik bedoel, Marinda die moest trainen daar, logisch. Maar die kan toch ook trainen met een Henk Grol of met een Dex Elmond, weet ik veel. Die kun je ook mee gooien. Ja, mannen en vrouwen, het kan wel. Alleen, het is wel echt, kijk, ik heb natuurlijk ook die hele periode met haar naar de toernooien gegaan. En we trainen ook gewoon best wel vaak met elkaar. Dus we zijn er gewoon goed op elkaar ingespeeld. Mm-hmm. Ik bedoel, van die, ja, met alle respect, een beetje lompe mannen. Ja, dat is gewoon, dat gaat gewoon dat niet. Weet ik niet. Als je, zeg maar, Marinda zit natuurlijk ook helemaal in de focus naar zo'n wedstrijd toe. Ja. Dus, en ik weet precies wat ze doet en wat ze fijn vindt en om mee te gaan in die bewegingen. En ja, die mannen die maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Dus die doen gewoon maar een beetje lomp dan. Dus, ja. Ja. Oké. Okay. Judo, hè? Judo is echt een loodzware sport. Ja. Ik vergelijk het wel eens met voetballen. En die mensen die verdienen goud geld en die trainen anderhalf uur op een dag. Een beetje rondootje, een beetje uitlopen. Ja. Maar jullie trainen gewoon echt knoephard. 4-5 uur op een dag. Ja. Ja. Nou ja, als mensen zich niks kunnen voorstellen bij de intensiteit van judo, zeg ik altijd van ja, maar als je bijvoorbeeld met iemand aan het stoeien bent eventjes. Ja. Gewoon eventjes elkaar even wat duwen geven, een beetje, hè. Nou ja, meestal ben je dan echt mega buiten adem. Ja. En dat moeten wij dus 5 minuten doen. Achter elkaar. Ja. En dan dat de ander ook nog zo getraind is dat hij dat ook kan. Ja. Dus dat gaat er gewoon best wel hard op. Ja, en dan moet je ook wel echt een goede conditie voor hebben. Ja, precies. Ja. Het is conditietraining, het is krachttraining, het is techniektraining. Ja, en gewoon sparren. Ja. Gewoon oneindig sparren. Ja. En hoe kom jij dan zover dat je dit bereikt? Je zegt, ik ben met 5 jaar begonnen. Mm-hmm. Bij een judoclubje in Graven dan? Ja, in Graven. Ja, ja. En dan daarna? Ik heb een aantal clubs gehad. Ik ben eerst, ik ben eigenlijk steeds naar een club gegaan die mij weer verder kon helpen in mijn ontwikkeling. In Graven begonnen, toen naar Berlicum, dichtbij Den Bosch. Yeah. Daarna weer naar Nijmegen. Daar was ook weer een volgende stap. En dat kon ik ook combineren met een loodschool, het SSGN in Nijmegen. Yeah. En toen ben ik op mijn 19e ben ik verhuisd naar Rotterdam. Om daar bij de beste club van Nederland te zitten. Ja, Chris, onder andere Chris de Kort, Edith Bos trainde daar. Mark Huizinga, Elisabeth Willebroortse. Zeg maar, dus dat was echt de place to be. En daar heb ik gewoon echt alles met dat heeft me gemaakt tot de wedstrijd judoka die ik nu ben. Ja. Dus dat, daar ben ik natuurlijk hartstikke dankbaar voor. Ja. Dus 2016 een goed jaar, maar niet goed genoeg? Ja, heel goed jaar, alleen toch een beetje bitter. Ja, ja. Nou is het, je bent 24, ik bedoel judoka's die kunnen makkelijk tot een jaar of 30, 32 mee, hè? Ja. Heb je aan Marinda gewerkt, heb je gemerkt, dus ook 30. 2020 Tokio, het volgende doel? Ja, dat gaat hem zeker worden, ja. Ja? Ja. Dan heb je geen concurrenten meer? Of zit er al een jeugd aan te komen waar je last van Ik zorg krijgen? Ervoor dat er geen concurrenten zijn. Daar ga ik voor zorgen. Ja, je moet gewoon af en toe zo'n armklem doen en zo. En dan, de ontwikkeling die ik nou de laatste jaren door heb gemaakt, als ik daar gewoon nog wat stappen in kan zetten, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat ik dat ik niet de beste ben van Nederland. Of van de wereld. Dus, ja. Oké, okay. Ja, dat klinkt goed. Ja. Dus wat daarbij komt kijken is de eeuwige strijd tegen de kilo's, hè, in het judo. Heb jij er ook last van? Nee, eigenlijk niet. Nee, want jij zit tot 78 kilo. Ja. Het is niet zo dat je eigenlijk altijd 1 of 2 kilo erboven zit en dan enorm moet aftrainen voor een wedstrijd. Ja, meestal. Ik probeer het binnen een kilootje te houden. Dus 79 zo'n beetje. Het is natuurlijk wel lastig, want je bent natuurlijk krachttraining aan het doen. Dus dan gaat je gewicht omhoog. Ja. En je moet natuurlijk goed eten. Dan moet je dus je vetpercentage weer omlaag halen. Dus daar schommel je altijd een beetje tussen. Ja, maar goed, we kennen... De verhalen van de judoka's die flink moeten aftrainen, gaan in een heet bad liggen voor de wedstrijd om
Maar net even die 2 kilo extra kwijtraken, zo erg is bij jou niet? Nou, nee, zover moet je het niet laten komen. Je moet gewoon in die weken ervoor moet je gewoon al geen snoepjes meer nemen, geen frisdrank, minder boterhammen, weet je, minder koolhydraten. Mm-hmm. En dan, ja, dan ga je sowieso wat minder in je gewicht. En als je, als je die dag zelf wat minder drinkt van de weging, die moet om 8 uur 's avonds moet je altijd wegen. Het klinkt echt heel buitenaards voor mensen die dat niet gewend zijn. Dat weet ik ook. Maar dan drink je dus zeg maar een hele dag niet. Tot 8 uur 's avonds. Of eten. Eet je ook minder. En dan weeg je dus bijna een kilo lichter. En dan eten, ja, drinken, en dan de hele avond. dan gooi je alles naar binnen alsof het kerstavond is, zeg maar. Ja, precies. Ook leuk. Ja. Ja. Je ziet ook wel eens judoka's nog de stap maken naar een gewichtklasse omhoog. Mm-hmm. Lijkt me voor jou geen optie, want dan kom je in de tot 78. Nee, je hebt en dan plus kom je 78 plus kilo. 78, ja. Plus 78. Ja. En dat is dan oneindig. 135 is ook plus 78. Dat is ook plus 78. Dan kom je echt de zeekoeien uit de judo tegen. Tegenwoordig zijn er ook wel wat meer meiden die wat atletischer zijn en gewoon heel groot. En ook zeker de Japanners, die zijn meestal wat kleiner, maar wel echt heel technisch. Over het algemeen zijn het wel zeg maar echt de grote dames. Ja. Ja, ja, ja. Ja, je zegt het netjes. Hoelen hoepen, dat is moeilijk. Ja, 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 ja. Dat passen ze niet in. Hè? Nee. Nee. Het is voor jou vakantie, neem ik aan, nu? Of train je gewoon door? Nou, ik heb vanochtend nog op de mat gestaan. Ja? Ja. Tegenwoordig in Papendal, hè? Niet meer in Rotterdam? Toevallig is er altijd een trainingsstage tussen kerst en oud en nieuw in Rotterdam. Okay. Dus ik heb weer gezellig voorbij kunnen kletsen met mijn oude trainers en al die mensen daar. Ik ben sinds september begonnen op Papendal. Ja. Ja. En dan, dat betekent dat je op en neer kunt rijden of ben je ook verplicht om daar op Papendal te wonen met z'n allen bij elkaar? Ik heb een huis in Arnhem gekocht. Ik kan niet in Hoogvliet blijven wonen, in Rotterdam. Dus nee. Dat, nee, precies. Moet het toch wel 7 keer, 8 keer in de week zijn. Ja, dus iets naast het judo doen, studie, werken, zit er niet in? Ja, dat doe ik ook. Ook nog wel? Kijk, met judo verdien je natuurlijk niet zoveel. Ik heb een NOS en een CNSS-status, zeg maar. Een A-status wel, ja, een A-status. Ja. Dus je verdient wel wat. Alleen, je bent niet een atletieker of een voetballer, bijvoorbeeld. Ja, die hoeven gewoon die sporten en daarna kunnen ze er ook nog heel erg lang mee opteren. Maar ja, even voor de goede orde, volgens mij is een A-status en een CSF krijgen 70%. Van het minimumloon. Ja. Dus dat is een bak met geld. Ja, voor een studenten ben je een rijke studenten. Ja, maar als je het wel gaat vergelijken met andere sporters en ik ga kijken wat ik er allemaal voor doe en wat hun er allemaal voor doen. En dan scheef. Ja, nou ja. Toch wel. Maar wat voor studie doe je erbij? Fysiotherapie. En, dus dat ligt wel in lijn van sport. Ja, welk jaar? Tweede. je mag het wat strijden, zal ik maar zeggen. Ik doe het. Dat gaat op een. Dat tempo ligt niet zo hoog, want dat ligt gewoon niet mijn prioriteit. Maar ik wil het wel daarnaast doen, omdat ik wel merk dat het de afleiding gewoon in de combinatie van gewoon heel fijn is. Ja. Dus, Volgende doel in 2017, het eerste medaille, waar ga je hem halen? Ik hoop in Parijs, februari al. Ja, mooi toernooi. Ja, heel mooi toernooi. Dat is echt de grootste Grand Slam van het jaar, zo'n beetje. De mooiste Grand Slam. Dat is echt een hele grote zaal, Bercy. Ja. Midden in Parijs. En die Fransen, die snappen gewoon judo. Ja. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Want Bercy, daar zitten 20.000 judo-maffe Fransen op de tribune. Ja. Echt helemaal tot dan ook vol. Ja, ja. 20.000 kunnen we ons hier niet voorstellen. Ja, dat is echt niet normaal. Nee. Dus, heel veel succes daar. Ja. Als je over 4 jaar Olympisch kampioen bent, dan hoop ik dat ik hier ook nog zit. En dan zie ik je graag terug. Ja, goed zo. Is goed. Hey, fijn dat je er was. Dank je wel. Moet ik u zeggen? Of, nee, je, hoor, of mag ik hier, Emiel zeggen? Gewoon, ja, doe maar, zo heet ik. Dus, ja, daarom. Dat is altijd wel fijn. Ja. Hè? Nou, goed, dat is dat duidelijk. Is er nog iemand waar ik moet uitleggen wie Emiel Roemer is? Nee? Nou, dan slaan we dat over. Ik wilde er eentje ja zeggen, maar ik zag niet wie het was. Nee, hè? Nou, dan komen we nog wel achter straks. Ja.
2016, toen ik jou uitnodigde, was ergens begin december, dacht ik eigenlijk van, ja, leuk om aan tafel te hebben, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Ja, ik dacht, ik zorg eens voor een onderwerp. Ja, we doen alles voor jou. Er kwam er een hoofd, inderdaad. Nou, niet te geloven, echt. Dus ja, wat een feestmaand is, werd voor jou toch een beetje een horrormaand, mag ik het zo noemen? Nou, dat is ook wel weer overdreven hoor. Ja, dat doen we graag. Ja, nee, dat heb ik gemerkt. Ja. Nou ja, leg uit. Kijk, op het moment dat een krant een groot verhaal schrijft, dan weet je dat diezelfde dag alle media er bovenop duiken. Ja. En dat ze al die camera's weer voor een of andere deur zetten. En dit keer was het onze deur. Ja. Daar moet je even doorheen, of je dat leuk vindt of niet. Ja, en die krant, voor de duidelijkheid, het Algemeen Dagblad, ja, waar ook de Gelderlander deel van uitmaakt. Ja. Dus ook alle verhalen hebben bij ons in de krant gestaan. En dus al jouw buren hier. Het was 's morgens vroeg haalde mijn vrouw de krant uit en voor haar werk. En dat gaat zo, en dan leg ik die krant even neer en dan kijk ik even gauw in de Gelder. Ja, wat? Dus die appte meteen, wat is dit? Ja, dat krijg je. Ja, want er was kennelijk wat kritiek. Ja, kijk, op het moment dat de verkiezingen aankomen en op het moment dat, dat er natuurlijk heel veel dingen spelen, dan is het bij alle partijen wel dat er natuurlijk iedereen ook wel probeert om zijn ding ervoor te krijgen, zijn onderwerpen. Er worden keuzes gemaakt over de lijst, er worden keuzes gemaakt over prioriteiten, er worden keuzes gemaakt over verkiezingsprogramma. Ja, daar zullen altijd mensen zijn die liever andere keuzes hadden gezien. Dat kan. Maar normaal gesproken dan bespreek je dat. Of op een congres, dan kom je met andere voorstellen als je dat wil. Dat doe je niet op een manier dat je anoniem gaat zitten vertellen dat je het allemaal niet leuk vond. Nee, want het is ook niet daar echt. Daar kun je ook helemaal niks mee. Niet echt SP-eigens, hè, om het zo te doen. Nee, en dat wil ik graag ook zo houden. Ja. Dus iedereen is weer op de plek gezet. Daar waren wel een aantal leuke gesprekken bij, ja. Ja, hè, want goed, iedereen is op gesprek geweest. Ja. Jij wilde ongetwijfeld weten welke grapje als. Nou, weet je, het is een hele. Je hebt 's morgens wel een afweging van wat moet je. Je kunt er niks mee. Anonieme dingen. Dan kun je, je weet nooit wie er wat gezegd heeft, wat er verzonnen is, hoe ernstig het is, of het naïviteit is geweest, of het een bewuste actie is geweest. Je weet het allemaal niet. Dan zit je van, ja, moet je het nou groter maken, want in een vlek moet je niet wrijven. Of wat moet je nou precies doen? Maar ik merkte van collega's ook dat ze zoiets hadden van, ja, maar was jij het? En dan krijg je een soort argwaan. Ik denk, ja, dat moet ik ook niet hebben. Dus je wil dan toch even met iedereen spreken. En daarna met de fractie gewoon de koppen bij elkaar. Van jongens, kom op, zo gaan we niet met elkaar om. Als er al wat is, dan vertel je het gewoon hier. Ja, dan weet je dat als je dat organiseert, dat diezelfde journalisten natuurlijk allemaal voor de deur liggen. Ja. Alle partijen maken het een keer mee, wij ook. Ja, dat ging zo nog een paar weken door daarna. Nou ja, bij ons niet, maar. Nee, maar goed, in de media wel, hè? Ja, ik zag die denken van, laat me nog eens een verhaaltje schrijven. Nee, ik zag dat je bij WNL op zondag hebt gezeten. Ja. En daar ging nog eens even vrolijk verder. Een collega van de Volkskrant die deed er nog een schepje bovenop, 24 december. Denk van, nou, ook leuke kerst bezorgen. Ja, maar dat ik op een gegeven moment, ik lees dat soort flauwekul niet eens meer, want als je ziet wat er dan vervolgens nu allemaal geschreven wordt, dan denk ik, een bagger. Het klopt ook geen ene malle moer meer van. En dan zijn het allemaal mensen die denken van, ja, ik wil ook nog een graantje meepikken. Gewoon aan de kant, die krant. Ja, precies. En zijn het wel mensen die iedereen schrijft als ze willen schrijven, die ook gewoon naar jou komen voor het goede verhaal? Zo van, dit is er gebeurd, vertel nog maar eens. Zijn er zeker die dat ook proberen. Ja. En dan leg jij het ook gewoon net je. Dat ligt eraan of ik iets kwijt wil of niet. Kijk, over interne gesprekken, dat zijn vertrouwelijke gesprekken. Die blijven vertrouwelijk. Anders zou ik hetzelfde doen als wat ik een ander zou verwijten. Ja, precies. Ja. Dat programma, hè, WNL op zondag, heb ik vanmorgen even terug zitten kijken. Goed zo. Ik zag daar een ongemeen felle Emiel Roemer zitten op de bank. Oké. Nou, ik beschouw dat als een compliment, dank je. Ja, goed, maar was dat feller dan anders? Of zeg je van ja, of, bedoel, nee, laat ik het anders vragen. Ik bedoel, er komt heel snel, is er altijd kritiek, hè, op jouw optreden. Want het is allemaal, je kunt niet debatteren, zeggen ze dan. De cijfers ken je niet, je bent te aardig. En toch, ik zag daar een Emiel Roemer en ik van nou, die bijt flink van zich af. Die laat de kaas niet van de brood. Is dat de Emiel Roemer die we tot 15 maart gaan zien? Nou, volgens mij was hij daarvoor ook. Maar het is heel veel papegaaigedrag. Kijk, als ik allemaal niet zou deugen of als ik het allemaal niet zou weten, dan zou ik niet al 37 jaar in de politiek zitten. Dan zou ik geen raadslid, wethouder, kamerlid, fractievoorzitter zijn geweest. En dan had ik er niet al 6 jaar gezeten en had ik me niet gekozen van de zomer bijna unaniem in de fractie en in de partij om lijsttrekker te worden.
Dus je weet dat op een gegeven moment daar waar klappen even vallen, dat mensen er graag een schepje bovenop doen. Wat je daar bij WNL gezien hebt, zo ben ik en zo zal ik zijn. En ik heb de afgelopen tijd heel veel voorbij horen komen. En de meeste dingen die voorbij kwamen, waren als ze het over typering over mij hadden, dat het eerlijk, integer en betrouwbaar is. Ja. Nou heb ik heel veel de afgelopen tijd over de politiek gezien. Ik denk van nou, volgens mij gaat het in de politiek maar over één ding. En dat is over betrouwbaarheid. Ja. Dus volgens mij kan ik geen mooi compliment krijgen. Ja, precies. En kan de politiek wel heel eerlijk zijn? Dat is maar net wat je met elkaar wil in de politiek. Ja. Kijk, als je alleen maar op onderbuik politiek wil bedrijven, dat is keus genoeg. Als je van tevoren weer van alles wil beloven en van alles weer wil gaan staan te liegen, ook keus genoeg. Ja. Dus laten mensen maar een keus maken. Ja, maar goed, we kennen de maanden die eraan komen, hè, tot 15 maart. Van alles wordt er weer beloofd. Ja. En dan daarna? Nou, daarna zal het... dat is wel een hele mooie wat er daarna gaat gebeuren. Ja. Kijk, je hebt met 81 partijen ga je straks de kamerzetels verdelen. Ja. 81. Als ze allemaal zover komen, hè. Dus, Je zegt maar altijd, we leven gelukkig in een democratisch land. Iedereen mag gelukkig hier in Nederland de partij oprecht aan meedoen. Maar ik hoop niet dat ze er alle 81 in komen. Nee, zegt wel iets over de politiek en over het politieke klimaat. En dat is niet alleen een probleem in Nederland. Je zag het in Amerika, je zag het bij de Brexit in Engeland. Je ziet het door heel Europa heen. Dat mensen het vertrouwen in de politiek wel een heel eind kwijt zijn. En dat is wel heel erg zorgelijk. Maar een deel van die politiek heeft dat er ook zelf naar gemaakt. Ja. En dat heeft vooral ook te maken met het gevoel van zeggenschap dat mensen de afgelopen 10, 15, 20 jaar zijn kwijtgeraakt. Zeggenschap over hun eigen buurt, zeggenschap over hun werk, zeggenschap over grotere beslissingen, wat er in Europa gebeurt. Veel te vaak dat politici moeten zeggen, ja sorry, daar gaan wij niet meer over. Mm-hmm. Of dat wij mensen om hun mening vragen via bijvoorbeeld een referendum. We zagen het bij de Europese grondwet, we zagen het nu ook bij de Oekraïne-referendum. Dan komt er een uitslag. Het referendum is rechtsgeldig en vervolgens zegt een groot deel van de politiek, ja, we doen er helemaal niks mee. We kunnen er niks mee. En dan moet je het niet gek vinden dat mensen dan woest worden op diezelfde politiek. En dan is het echt de kunst om je daar uit die greep van cynisme, om je daar uit te gaan vechten. En dan is het een knap lastige. Je ziet het in Engeland, je ziet het in Frankrijk, je ziet het nu in Duitsland met de alternatieven voor Duitsland. Dat heel veel mensen helaas denken van, ik laat mijn onderbuik spreken en die woedestem, dat is iets waar ik me misschien op dit moment gelukkig bij voel. Ja. Ik zei dat in diezelfde uitzending ook. Dat klinkt misschien wel even leuk. Een woedestem is misschien even leuk, maar is net als een aspirintje. Het werkt een uur en daarna je toch weer kop aan. Ja, precies. Maar moeten we het wel willen? 81 partijen moeten we niet zeggen? Nee, natuurlijk niet. Jongens, je moet... Natuurlijk niet. Er moet een drempel komen waar je mee kan doen. Ik ben niet voor een drempel. Maar mensen moeten zelf nadenken van, is het een partij die al geworteld is? Kijk, wij zijn als SP in 94 ook voor het eerst in de Kamer gekomen. Ja. Maar wat wij daarvoor gedaan hebben, is eigenlijk al 20 jaar wortelen in de samenleving. We zijn begonnen op lokaal niveau, we hebben afdelingen opgericht, we zijn in gemeenteraden gekomen, vervolgens ook in provincie gekomen. En toen hebben we die stap naar de landelijke politiek gemaakt. Van onder naar boven. Precies. En nu zeggen ze bovenin. Ja, we beginnen heeft er daar. Iemand een idee of die heeft wat televisieaandacht gehad en die begint een politieke partij. Maar ik denk dat heel veel van die partijen het ook niet gaan redden. De ervaring leert dat als je geen goed georganiseerde organisatie hebt, dat je het dan niet gaat redden in de politiek. Nee, in je eentje gaat het niet. Dat komt zoveel bekijken. Dat is bijna onmogelijk. Nee. Maar ik zou er niet voor zijn om er echt een drempel te maken, want ook het zou ook niet zoveel helpen. De afgelopen verkiezingen zou je dan twee partijen hebben geweerd, de Partij voor de Dieren en de SGP. Mm-hmm. Nou, je kunt van alles van die partijen vinden, maar ze hebben zich wel laten horen en op momenten dingen geagendeerd. En het zou erg zonde zijn als zo'n partijen dingen niet kunnen agenderen. Ja, maar we moeten toch niet aan denken, 81 partijen in de Tweede Kamer, die allemaal hun algemene beschouwingen willen doen, dan een week nodig. Ja, zo ongeveer. Ja, en dan alleen voor de eerste termijn. Ja, precies. Ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Nou, dus een opluchting dan. Een paar andere dingen. Ik heb ze gewoon wat dingen opgeschreven waar we het over kunnen hebben. 81 partijen hebben we het al over gehad. Ja. Een echte Boksmeerse zaak. Hossep, die het land uit moest. We hebben hier de briefjes liggen, hè, van de SP. Ja, jullie waren er niet blij mee, maar moeten we dit als Nederland überhaupt wel willen dat dingen op deze manier gaan? Ja, dingen op... puur persoonlijk op dit ene geval. Je kunt niet alles op één hoofd Dit is nou een voorbeeld
dat het hele beleid rondom zo'n onderwerp, dat het in Nederland gewoon totaal mislukt is. Ja. Dit is een gezin dat 17 jaar in Boksmeer gewoond heeft, gewerkt heeft, volledig geïntegreerd is, meedoet. En door echt een van de waanzin idee van 16 jaar geleden, ja, wordt hij nu teruggestuurd naar Armenië. Zo onmenselijk kan het zijn. Ik ben, ja, echt trots op onze afdeling dat ze dit gedaan, ja, hebben. En ik roep iedereen op, neem hem mee en doe er iets mee. Want dit is een voorbeeld hoe het niet moet. Terwijl aan de andere kant mensen zijn die deze kant op komen, die geen schijn van kans hebben. Ja. Ook echt geen vluchteling zijn. In het woord van de echte vluchteling. En waar het beleid, die je jarenlang maar laat bungelen, terwijl je eigenlijk nu al weet, die hebben geen kans, die, ja, zouden eigenlijk terug moeten. Maar moet het beleid niet? Klopt gewoon niet. Duurt allemaal veel te lang en dat zou echt flink op de schop moeten. Dan moeten we echt met z'n allen snel wat aan doen om te zorgen dat die mensen die toch geen kans hebben ook überhaupt niet komen. Nou, maak het. Nee, kijk. Kennelijk is het nog steeds interessant om deze kant op te komen. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar dat is ook niet zo gek. Kijk. Laten we een duidelijk verschil maken. Je hebt mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog, voor ellende, voor geweld. Omdat, ja, ze politieke vluchteling zijn of omdat ze religieuze vluchteling zijn. We hebben de plicht om die mensen op te vangen, te helpen, zo goed en zo kwaad als dat we kunnen. Maar we kunnen ook niet 65 miljoen, of zoveel vluchtelingen zijn er inmiddels, allemaal in Nederland opvangen. Dus je zult ook veel meer moeten doen aan hele goede internationale politiek. Waarom is het al jaren dat landen als Afrika eigenlijk nog steeds door multinationals, door landen in het Westen, compleet uitgebuit worden. Mm-hmm. Waarom is het nog steeds zo dat wij die landen niet op een fatsoenlijke manier helpen, zodat zij de kennis en de vaardigheden zo voldoende kunnen ontwikkelen dat zij echt tot ontwikkeling komen zonder dat al het geld naar het buitenland verdwijnt? Als dat soort landen jarenlang miljarden mislopen door belastingontwijking via de Amsterdamse Zuidas. Ik word er woest over als ik al die brievenbus, 15.000 brievenbussen in Amsterdam zie zitten, waar niemand werkt, waar al die miljarden die daar verdiend worden, weggesluist worden, in de zakken van een paar mensen. Daar moeten we echt mee aan de slag, want dan kunnen we het grootste deel van waarom mensen op de vlucht slaan, kunnen we eindelijk eens een keer aan gaan pakken. Ja. Applaus. Ander onderwerp. Sandbeek en de familie. Ja. Ja. Je onderbreekt je vakantie om hier een uurtje te zijn. Hè? Net als ik doe overigens, maar dat terzijde. Daarom. Dan dacht je hoeft niks beter te hebben dan ik. Hè? Ja. Kerstreces, wat doe je in die paar weken? Lezen, ontspannen, sporten, koken, wandelen. Heel veel nadenken en je voorbereiden op. We hadden net een judoka die zich heel erg voorbereidt op grote toernooien. Ja. Het is wel vergelijkbaar. Je weet dat er hele drukke weken aan zitten te komen waar je moet vlammen, moet schitteren, grote debatten moet voeren, dat je er klaar moet zijn. Al het voorbereidende werk is nu wel voor het grootste gedeelte gedaan. Behalve het congres natuurlijk op 15 januari. Maar het verkiezingsprogramma schrijven. Maar dat hoef je niet zelf te doen, mag ik hopen. Nee, maar je hebt natuurlijk wel een hele dikke vinger in de pap om te zorgen. Je bent er wel actief bij betrokken. Je mag wel zeggen wat erin komt. Ja, ja, je bent wel actief bij betrokken natuurlijk. Ja, ja logisch. Want ja, Sandbeek, hè, het is je woonplaats officieel nog steeds. Zeker. Hoe vaak ben je überhaupt hier? Dat wisselt. Toch eigenlijk altijd in Den Haag? Veel wel. Hoewel, ik probeer alleen in Den Haag te zijn als ik er moet zijn. Ja. Ik zie ook heel veel mensen die er de hele week vertoeven en de hele week maar op die kamer opgesloten zitten. En ik ben er wel zo een. Het meeste leer ik buiten op straat. Ja. Dus ik probeer ontzettend veel werkbezoek te doen, echt het land door te gaan. Mee te lopen, stages te lopen. Nee, ben ik niet in Zandbeek. Nee. Goed, we hebben hiervoor gekozen en het is een prachtig eervol beroep. Ja, dat je daar mag zitten waar al die grote besluiten genomen worden en waarin je zo verschrikkelijk veel mensen mag vertegenwoordigen. Ja, dat is een enorme eer. Dat kun je niet anders doen dan voor 200%. Ja. Je hebt het over werkbezoek, hè? Dan kom je op plekken waar mensen je aanspreken en waar je dingen gehoord. Maar heb je ook wel momenten dat je zegt van nou, dan ga ik gewoon met mevrouw shoppen hier in Boksmeer? Ja hoor. En dan word je niet doorlopend lastiggevallen door... Nou, het mooie van het dorp Zambik en Boksmeer is dat iedereen mij al zo verschrikkelijk lang kent en iedereen het heel gewoon vindt dat ik hier rondloop. Dat is wat dat betreft echt een compliment voor het dorp. Ik heb daar totaal alleen maar plezier van. Ja. Natuurlijk spreken mensen je aan, maar altijd op een hele leuke, spontane, normale manier. Van ons kent ons.
Het is wel eens anders als je inderdaad op een andere plek woont. Ik was laatst bij een tentoonstelling in Amsterdam. Het was hartstikke druk. Er stond een grote rij, dus ik ga netjes in die rij staan. Ja, en dan komt in één keer zo'n directeur van de tentoonstelling mij er bijna uithalen van, je mag wel via... En dan zeg je, sodemiet erop, natuurlijk niet. Ik kom hier gewoon en ik blijf hier netjes in de rij staan. De rest haal je er toch ook niet uit? Nee. Dat soort gedrag, daar hou ik allemaal niet van. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. En als dat 20 minuten duurt, dan duurt het voor mij 21 minuten. Ja, precies. Ja. En dan kerst, waar heb je het gevierd? Ja, thuis. Gewoon thuis? Ja. Ja, oud en nieuw ook gewoon thuis? Ja. Vuurwerk kopen? Nee. Oliebollen? En als ik doe, dan maak ik ze zelf. Oké, dat wel. Want oliebollen is misschien een flauwe overgang hoor. Je bent, las ik, 10 kilo afgevallen afgelopen zomer? 15 inmiddels. 15 ondertussen? Ja. Oké, dat hou je nog even vol. Waar ligt de... Nog 5. Nog 5? Ja. En dan moet je een nieuwe... Ja, die heb ik inmiddels al. Kan rollen, ja. 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 Ja, de kledingzaak hier in Boxmeer was er erg blij mee. Ja, kijk, dat is dan weer mooi, hè? Want helpt dat ook om fit straks zo'n periode van de verkiezingen in te gaan? Ja, je merkt dat je veel fitter bent, dat je veel lekkerder in je vel zit, dat je veel meer energie hebt. En iemand die eraan zit te denken van goede voornemens moet ik misschien ook doen. Pak maar eens gewoon 15 kilo gewicht en loop maar eens een keer 10 keer de trap op en af met zo'n gewicht. Dan weet je wat je elke dag te veel meesleurt. Ja. Maar je voelt je gewoon ontzettend plezierig. En als je dat toch over... wat mensen dan in het dorp allemaal zeggen van, hey, ben je afgevallen? Dat stimuleert wel. Ja, dus blijf dat zeggen vooral, blijf dat zeggen. Tip. Ja. 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 Nou ja, bij deze, dus de komende dagen. De Roemerrun hebben we gehad afgelopen maand zo'n beetje. Heb je meegedaan? Jazeker. Ja, het laatste stukje? Het laatste stukje. Van... Nee, het was van Serious Request. En eigenlijk, sinds ik fractievoorzitter ben sowieso, maar Agnes Kant ervoor deed het ook al. Hebben we altijd wel een actie gedaan om geld in te zamelen. Ook dit jaar weer echt een heel goed doel. Als je ziet hoe verschrikkelijk veel kinderen in Afrika overlijden aan een longontsteking. Totaal onnodig en overbodig. Ja. En je met een goede actie daar geld voor kan ophalen, dan doe ik er heel graag mee. En dit jaar hadden wij de actie om vanuit Den Haag in een estafette te gaan rennen naar Breda. Naar Breda, het mooie Breda. Dus morgen zo'n 6 uur... zijn we met een aantal mensen vertrokken in Den Haag en 's middags om 3 uur kwamen we snel in Breda aan en dan mooi een estafette vorm. En de laatste paar kilometer heb ik ook meegelopen. Ja, mooi om binnen te komen in Breda? Ja, dat is hartstikke leuk. Sowieso omdat het inmiddels een grote groep is. Zo'n plein vol met feesten. Met mensen is feest. En we hebben dan ruim 5500 euro mee opgehaald. Dus dat was... Waren ze blij mee. Precies. Ja, en daarna is het laten lakken in Breda? Jawel. Ja? Nee, dat is ook wel heel erg mooi. Het heeft het erg goed gedaan. Zo zie je dat mensen toch van nature toch wel erg gevoelig zijn voor dit soort onderwerpen. Ja, en dus zo'n manneke daar zien, dat, ik weet niet of dat bij jou ook, bij mij was het ook, dat gaat door merg en been. Als je zo'n persoonlijk verhaal hoort en dat dan aanslaat. En ze wilden geloof ik 100 euro ophalen, het werd 2,5 miljoen. Ja, dat is kippenvel. Ja, dat is idioot, hè? Echt fantastisch, ja, kippenvel. Ja, dat is mooi. Guusje vroeg ik naar het doel voor komend jaar. Wanneer de medaille wordt, waar de medaille wordt opgehaald. 15 maart wordt de medaille opgehaald. Dan hangt de medaille klaar. Wat voor kleur gaat het worden? Ja, we doen het niet minder dan voor goud, hè? Niet voor goud, want zo is dat. Maar goed, daar hangt dan een prestatie aan vast, hè? 15 zetels nu. Ja. Hoeveel worden het er? Nou, in ieder geval meer. Ja, ik wil getallen horen. Ja, maar getallen ga ik niet noemen, want... Nee, kijk, het leuke van peilingen is dat ik ze inmiddels allemaal heb meegemaakt, tussen de 8 en de 38. Ik heb ze allemaal gezien. Het is nu mijn derde verkiezing. Ik heb 1 keer te vroeg gepiekt, 1 keer te laag gepiekt, laat gepiekt. Dus nu pieken we op tijd. Ja. Nog één onderwerp. Jochem van Gelder, moesten we het even over hebben. Ja. Want dat weet helemaal niemand. Nou, weet ik niet hoor. Jawel. Jawel. Ja, een oud-klasgenoot. Oud-klasgenoot, ja. Ja, en? Op de PA. Ja, precies. Jochem was hier een aantal maanden geleden alweer, moet ik zeggen. Maar wat ik ook heb laten stellen, jullie hebben nog samen in een band gespeeld. Ja, eenmalig. Eenmalig. Ja, toen hebben we het nageluisterd, toen zeiden we, ja, dat toch laten we niet meer doen. En dan lag het aan Jochem of lag het aan Emiel? Nee, het lag niet aan Jochem, want Jochem is wel een goede drummer. Is wel een muzikant, kan ook nog goed zingen. Maar nee, we zijn natuurlijk geen muzikanten om dat
echt in bandvorm te gaan doen. Maar we hadden met de klas een klassefeest op de Pabo. En bij Jochem thuis, die hadden, zijn ouders hadden een bedrijf. Ze hadden ook een bedrijfsruimte waar we een mooi feestje konden vieren. En toen zei van, laten we iets ludieks doen. En toen hebben we met z'n vijf hebben we daar een bandje opgericht en ik geloof 9 of 10 nummers ingestudeerd. Oké, dus als ik denk aan een soort reunie over een paar maanden, dan kan ik een poging wagen hier op het podium. Ja. Nou, dat weet ik ook niet of dat iets gaat worden. Nou ja, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Ik heb me 1 keer laten verleiden bij Paul de Leeuw om saxofoon te spelen. En ja. dat is op zich toen goed gegaan. Dat was ook wel 1 grote paniek. Maar, nee, dan moet je eigenlijk van tevoren vreselijk repeteren. Ik had er helemaal geen tijd meer voor. En uiteindelijk, daags van tevoren, ben ik toch nog maar een beetje gaan spelen. En dat werd helemaal niks. En dan gevraagd van, zorgen jullie me in ieder geval voor een fatsoenlijke saxofoon. En toen ik thuis wegreed, heb ik toch maar mijn eigen saxofoon meegenomen. Ik denk, je weet maar nooit. Nou, ze hadden me daar toch een baggerding. Die kleppen zaten allemaal vast. Dus ik was ongelooflijk blij dat ik mijn eigen saxofoon nog bij me had. En toch een nummer meegespeeld. En, spannend, maar was wel heel leuk. Je kon het nog. Ja. Ja. Ja, prima. Yes. Dankjewel dat je hier was. Blijf even zitten, want ik ga even Peter Paul Kissels naar voren vragen. Want dat heeft alles met de verrassing te maken die ik beloofd heb in het begin. Ik weet niet waar... Ja, daar komt ie. Ik heb een kleine verrassing voor iedereen. We hebben hele leuke nieuwscafés gehad het hele jaar door. En we wilden iedereen een glaasje bubbeltjes aanbieden. Dus geen champagne, maar liever bubbeltjes. Ja. En, als uitnodiging van dit jaar. Goed zo. Nou, dan denk ik dat ze die bubbeltjes dadelijk gaan uitdelen. Dan gaan wij hier afsluiten. Dankjewel voor jouw komst. Graag gedaan. Heel veel fijne dag morgen met de jaarwisseling. En wellicht tot een volgende gelegenheid op dit podium. Komt vast goed. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Allemaal bedankt. Volgende maand zijn we er weer gewoon. En dan hoop ik jullie weer te zien hier. Dankjewel. En een goede jaarwisseling.